Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Snap-video. Oh, snap! En vandaag gaan we 2 Illumina-Pokémon zoeken. En we beginnen hier in de vulkaan. Hey, jongens, doe dat duimpje omhoog, want ik zie dat er minder duimpjes omhoog gaan. Betekent dat jullie deze game niet zo leuk meer vinden? Laat het even weten in de comments of je dit nog steeds vet vindt. En het is vol corona hier in de vulkaan. Super, super cool. En hoe gaan we deze dan op de foto zetten? Want Dat vuur moet nog weg. Kan ik orpies gooien? Get a shot when the pattern glows. Ja, maar het lukt niet. Het lukt niet. Oké, fruitjes. We gaan fruitjes gooien. Hallo? Gaan die fruitjes nou ook gewoon door hem heen? Of gooi ik nou gewoon slecht? Kan ik hem nou... Ik kan hem niet raken. Laat me hier raken. Potverdorie. Kijk, we raken hem wel met die orpies. Waarom raken we hem wel met orpies? En niet met fruit. Hallo, vol corona. Mag ik dat eigenlijk wel zeggen? Straks mag ik dat niet zeggen. Straks moet een video van YouTube gehaald. Omdat het lijkt op een bepaald ding wat nu in de wereld is. Hè? We weten allemaal wat. Maar je mag het er eigenlijk niet over hebben. Maar deze naam van deze Pokémon die lijkt er gewoon op. Daar kan ik ook niks aan doen. Hier, neem fruit. Waarom? Ik gooi alles mis. Daar is die nog een keer. Gaan we nu raak gooien? Ik denk het niet. We gooien alles mis. Ik ben helaas geen professionele appelgooier, denk ik. Zijn die raak? Jongens, dit vuur moet echt even weg nu hoor. Ja, kijk, die was... Oh ja, nu is het weg. Nu is het weg. Nu moeten we orbs gooien. Ja. Kijk. Deze vol corona, die staat gewoon aan nu, jongen. Waar is die? Oh, hij verschuilt zich weer. Oh, hij gaat daar naartoe. Ga je weg? Ga je nu al weg? Gast, deze moet ook even aan. Deze moet ook aan. Kom op. Gooi de appels op. Let's go. Appel. Ja, nice. Nog een appel. Er moeten 2 appels op. Kom op, appeltje. En... Ja, lekker. En dan nu de orb. Waar ga je naartoe? Hij is weg, potverdorie. Ze zijn allebei weg. Zit ik zo mijn best te doen, joh. Oh, daar is hij, de andere. Hallo. Hallootjes. Hoe gaat het met je? Kijk hem daar chillen bij zijn plantje. Kan ik de plantje aanzetten? Ik gooi echt alles mis. Ik kan niet raak gooien. Ja, nu net te laat. Oh, man. Oké, waar zijn ze? Ah, man. Hij heeft weer vuur. Kom hier. Waar ben je? Daar ben je. Om de hoek. Waarom gooi ik zoveel mis? Daar is die. Ja, die is raak. Lekker. Orpie erop. Kom op. Gooi orpie erop. Nee! Orpie erop! Hier, orpie erop. Ja, lekker. Dan deze. Bijna. Ik wil ze allebei. Ja, lekker. Nu deze orp. Orp. Gooi een orp. Ah! Ik kan het niet. Gooi een orp. Oh, volgens mij was hij raak. Ja, hij is raak. Oké, cool. Oké. Ik maak foto's. Ja? Waar ga je helemaal naartoe, vriendje? Ik wil ze allebei op de foto. Allebei de geïllumineerde vol corona's. Oh, kijk. Ze zitten hier, bij deze kristalbloem. Goh, zet hem aan. Zet hem aan, jongen. Ja, nu is het zeker weer te laat. Ik zou toch zeggen dat ik sowieso raak gooide. Oh, ze zijn er nu allebei. Ja. Kijk, de bloem staat aan. Wat gaan ze nu doen? Gaan jullie nu iets doen? Nee, niks? Of wel? Gaan jullie nu nog iets doen? Dit is wel vet, jongen, hun samen zo. Oké, dat was hem. Blijkbaar waren we al bij het einde. Vol corona Illuminati. Illumina Pokémon. Dus je moest eerst appels op ze gooien. Dan een Illumina orb. En dan kan je een foto van ze maken. Ik heb alleen maar 1 sterrenfoto's van ze. Het voelt alsof ik heel erg gefaald heb. Wow, vol corona de Illumina Pokémon van Voluca Island. Ja, de professor vindt het alsnog knap. Ik ben benieuwd naar zijn beoordeling. Ja, oké, gewoon diamond. En gaat hij nu naar 2 sterren? Ja, ik denk het wel hoor. Ja, lekker. Hey, jij daar. Heb je nog niet op die abonneerknop gedrukt en ben je dat vergeten? Doe het nu, hieronder. Is gratis, jongen. Is gewoon gratis. Net zo gratis als het advies van deze professor. En hij zegt, ja, in ieder deel van Lentil is inderdaad een Illumina-Pokémon. Maar hoe heeft kapitein Vince dat eigenlijk uitgevonden? Dit is wel een super toffe foto, jongen. Hey, kapitein Vince ziet er wel echt uit als een baas met zijn bravery. Heel cool. Hey, Todd wil ook nog even wat zeggen. En die zegt, hey, weet je nog dat ik heb gezegd dat je ook hier op de campsite gewoon lekker fotootjes kan maken? Je kan nu ook een andere kant op.
Nou, top. Ja, dat moeten we ook nog doen, jongen. We moeten nog zoveel doen in deze game. Maar voordat we naar de campsite gaan, ga ik nu eerst naar het bos. En in het bos is het mistig. Ja, hier zou volgens mij ook een Illumina-Pokémon moeten zitten. Al twijfel ik nu wel een klein beetje. Eens even kijken. Ik ga eerst even achter me kijken. Ik las in de comments namelijk dat jullie zeiden, je moet altijd achter je kijken. Nou, ik kan alleen even nu even niks vinden achter me. Wat hebben we hier allemaal? Hé, we hebben Trevenantje. Hallo. Word eens wakker, jongen. Hier. Word eens wakker. Hallo. Hé, hey, daarachter loopt een Kecleon. Hoe activeer ik die Kecleon? Kecleon. Ja, zo. Met een Illumina-orpje. Wat voor cool. Ja, leuk. Hé, hey, Kecleon. Ja hoor, Basie. Basie. Hey, daarboven zit een Esper. Oh, ik vind het al nu alweer heel vet, hè. Ik vind het nu alweer heel vet. Wat is dit? Oh, wat is dit? Een zwevende steen. A stone floats in the air suspended by unseen power. Kan ik hier iets mee? Ik zou niet weten wat ik hiermee moet doen. Ik kan het niet scannen, ik kan het niet orben, ik kan geen muziekje hiervoor spelen. Misschien moet ik een andere Pokémon dit laten triggeren of zo. Hier is het nog een Kecleon in de boom. Oh, wow, 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 wacht even. Het is nu echt super mistig. Waar gaan we naartoe dan? Oh, wow! Wow, we zijn nu heel ergens anders uitgekomen. Ik zie Deerling, Pantheon, een Pheasant. Ik zie superveel Pokémon hier. En ik wil eigenlijk even daar wat opgooien. Drampa, kijk die Drampa erachter. Kijk die Drampa. En daar, een Salzbug. Wow, hier zijn weer zoveel Pokémonnetjes. En Pantheon, die staat daar een beetje blij te doen. Want die vindt het heel leuk dat ik de Illumina Orb heb aangezet. Daar is nog een Salzbug. Wat hebben we hier links? Hebben we hier links nog iets? Wow, Shiftry. Shiftry is een beetje met Pantheon aan het bekvechten daar. Oh, wat een feestje weer. Bulbasaur! Yo! Eerst nog even een foto van Salzburg en dan mijn grote vriend Bulbasaur even wakker maken, hoor. Kijk dan. Kijk hem. Word eens wakker. Ja, hallo. I love you, Bulba. You're cool. Jij bent de coolste Pokémon die er bestaat zo'n beetje. Echt heel leuk, Bulba. Echt heel leuk. Oké, okay, moeten we iets scannen? Wat gaan we nu scannen? Wat zijn dit? Oh, een Unfessant, die zit te broeden hier zo. Ja, joh. Die zat even op zijn eieren daar. Ondertussen zijn we weer aangekomen in het mistige bos. Ja, we zijn weer terug bij de Trevenants. En daar hebben we de Salzbucky weer. What up, Trevenant? Wat als ik tegen zijn oog gooi? Wordt hij dan boos? Oh, nee, het valt wel mee. Hij wordt niet echt boos. Hey, kijk, Crystal Bloompie. Wat gebeurt als ik daar wat opgooi? Helemaal letterlijk niks, zo te zien. Jeetje, check al die Trevenants hier, jongen. Zijn jullie lekker aan het chillen met z'n allen hier? Zou er wat gebeuren als het deze kristalbloem... Daarachter is ook nog een kristalbloem. Die zetten we aan. En dan die erachter ook. Ja. En dan? Oh, dan gaat hij weg. Oh, dan doet hij iets. Oké, okay, dan wordt hij boos of zo. Hij houdt niet van kristalbloempies. Zou Phantom hier ergens ook rondzweven? Dat zou ook wel cool zijn. Oh, hier. Hier is nog een kristalbloem. Die kan ook aan. Daar zit een Shiftry in de boom. Gebeurt hier nog iets? Nou, zo te zien gebeurt hier niet echt iets. Nee. Nee, er gebeurt niks. Ik heb Shiftry wel even uit de bomen gehaald hier. Ik zag hier rechts wat zweven weer, hé. Hier zweeft iets. Deze kristalbloem aan. Kom op. Zet hem aan. Ah! Ik wil weten wat daar zweefde. Waarom ging die kristalbloem niet aan? Super weird. En we zijn weer terug in de normale wereld. En hier is een biwertje. Hallo, biwertje. Wat loopt hier nog meer? Lopen allemaal Pantheon, Pilampies. Unfessantjes vliegen er rond. Super veel Unfessants trouwens. Is dat een Wobbuffet? Oh nee, het is een Drampa. Daar hebben we de Ancient Ruins. Hey, Lotad daar in het water. What up, Lotad? En dat was het, denk ik. Volgens mij zijn we op het einde van de route. Ja, kijk, dat was hem inderdaad voor het bos. Ik heb geen Illumina-Pokémon gezien. Blijkbaar was dit nu toch nog niet. Maar we hebben wel superveel nieuwe Pokémon natuurlijk gevonden. Waaronder deze Trevenant. We hadden natuurlijk een Lotad op het einde. Dan hadden we hier Kecleon. Esper, helemaal in de verte zat hij op een takkie. Deerling, een slechte foto. Deze Salzbug vond ik heel mooi. Die stond er echt zo heel majestic, zo bovenop een rots. Drampaatje. Oh, ik heb blijkbaar een 3-sterren foto van Drampa. Oké, okay. Shiftry. Ja, en dan Bulbasaur. Ik heb ook een 3-sterren foto van Bulbasaur. Cool. Biwertje. En de Ancient Ruins. En dan gaan we even kijken of we het bos ook al gelijk naar level 2 hebben. Met onze prachtige nieuwe foto's. Onder andere van Trevi. Dit wordt een goud. Dit wordt sowieso ook geen diamond, Lotad. We gaan nu gewoon de fotodex helemaal vol proberen te krijgen. En die mooie foto's, die komen later wel. Kecleon! Kijk hem met zijn kont naar achteren zo. Hij kijkt zo van... Hey.
Vriend, laat me appel met rust, jongen. Anders pak ik je. Ik ben benieuwd. Ook geen diamond. Oh, wel diamond. Lekker. Keklinger was gewoon de godfather. Nou, Esper, dit wordt brons. Ja, duidelijk. Deerling, dit wordt ook brons. Is helemaal geen mooie foto. Ik was gewoon wild aan het schieten om iedereen in mijn fotodex te krijgen. Een pheasantje op eieren. Goud krijgen we ervoor. Dan nu Pentium. Matig. Ik wilde hier ook gewoon Shiftry op de foto zetten eigenlijk. Dan Salzburg. Nou, als dit geen punten zijn, jongen. Dit is toch een prachtige foto. Ja, Diamond. Dan Drampa, die hier aan het tukken is. Ik zie geen eens dat het een Drampa is, maar dat maakt niet uit. De professor vindt het ook niet zo'n beste foto. Dan Shiftry. Ja, dit is een mooi Shiftry fotootje, hoor. Kijk, die Pentium op de voorgrond. Ja. Dit moet platinum worden. Ah, ik had nog 11 punten nodig. En dan... Bulbasaur! Eindelijk heb ik je gevonden. Na Charmander en Squirtle is hier ook Bulbasaur. En puur omdat dit Bulbasaur is, vind ik al dat dit gewoon Platinum moet zijn. Of Diamond. Hoppakee, Diamond en Platinum in één. Lekker. Dan hadden we nog Beware. En ja, de brons, dikke brons. Ja, Crystal Bloompie, boeit niet. Ancient Ruins, boeit ook niet. De grote vraag is of we naar level 2 gaan. Dat boeit wel. Gaan we in het bos nu naar level 2? Daarvoor hebben we 40.000 punten nodig. Nee, dat gaan we niet. Oh, dat gaan we op 1111 punten niet halen. Oké, ik ga gewoon nog een rondje doen. En dan hebben we hem straks op level 2. En dan kom ik bij jullie terug. En hoppakee. Hij is naar level 2. Nice. En nu, ja. Nu is er een gigantische energie ergens vanuit het bos gekomen. Dus dat is weer een Illumina Pokémon. En de professor vraagt om het zo snel mogelijk te gaan checken. En dat wil ik wel. Maar dat is in de volgende video, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Maar dat wisten jullie al lang. Dus ja. Mag ik een mazzel hieronder in de comments? Mazzel!